super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Rose Diaries. Het is vandaag 27 december, geloof ik. De feestdagen brengen toch altijd wel wat pressure met zich mee. Ik weet niet of je het herkennen. Maar vandaag voel ik me echt helemaal refreshed en zen. Ik heb echt een super slome ochtend. Ik heb gelezen, gemediteerd en yoga gedaan. Ik heb mijn huis een beetje schoongemaakt. I feel good. De tweede kerstdag gingen we gourmetten. En we hebben echt nog super veel gourmet over. Dus ik ga vanavond lekker weer gourmetten samen met Jasna. Echt heel zin in. Ik vond tijdens het sorteren van mijn kleding dit pak weer terug. En ik vind het zo leuk pak. Hij is van de Monkey. Ik heb hem echt al heel lang geleden gekocht. Het heeft dus een beetje van die wijde mouwen. En het loopt hier zeg maar zo door. De broek is een beetje een pantalon vibe. En hij heeft dus ook wijde pijpen. Het zit echt zo comfortabel. Dat is echt het allerbelangrijkste aan kleding. Dit is mijn kersttafel. Ik heb deze bij de Albert Heijn gekocht. En hier zit al een vlek omdat ik deze gisteren ook al heb gebruikt. Maar ik vind het gewoon zonde om het niet te herbruiken. Volgens mij zit de enige vlek die erop zit. Ze hebben best wel goed gedaan gisteren. Deze hele tafel is bijna van de kringloop. Want deze heb ik bij de kringloop gehaald. Deze super mooie borden. De bestek heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Vet mooi goud. Deze zijn van de kringloop. En ook deze zijn van de kringloop. Deze is ook van de kringloop. En de kaars dan niet. Kijk hoe cute dit is. Ja, helemaal zin in. Een van mijn kerstcadeaus laat zien. En dat is dit. Ik weet dus niet hoe het heet. Maar het filtert dus het kraanwater. We hebben een test gedaan. Blind. En we merkten echt verschil. Ja, het werkt echt super goed. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Ik ben echt super blij met mijn cadeaus. Maar dit overtreft het gewoon. Da, 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 da. Ik heb een bad gekregen. Ik miste het zo erg om een bad te hebben. Dus ik ben heel erg blij ermee. En hij past perfect in de douche. Want de douche is gewoon heel erg groot. Het is zeg maar zo'n zitbad. Maar ik kan niet echt mijn benen strekken. Maar ik ben best wel klein. Dus zeg maar voor de helft mijn benen strekken. Ik zal het linkje van het bad wel hieronder even in de beschrijving zetten. Kijk hoe cute mandje wat erbij zit. Waar ik onder andere badolieën en zo in heb zitten. Ik had gisteren deze geprobeerd. Heel chill. Deze brush was eigenlijk een soort van indicatie voor het bad. Super cute. Maar ik heb heel veel gehoord over dry brushing. Ik weet niet of jullie het kennen. Maar dat is dan dat je op een droge huid dus deze borstel gebruikt. En dat blijkt dus heel erg goed voor je huid te zijn. Ik weet niet of meer mensen hier ervaring mee hebben. Maar ik ben heel erg benieuwd. Dus laat het me vooral weten. Ik voel me echt zo blij en dankbaar. Ik vond het echt super fijn om met mijn ouders te vieren. Dus morgen is het nieuwe jaar. En ik merk gewoon dat ik deze maand best wel als moeilijk heb ervaren. Heel veel dingen zijn losgekomen. Heel veel emoties moesten eruit. Ik had ook echt even die tijd nodig om weer op te laden. Het voelt echt heel erg fijn om aan een nieuw jaar te beginnen. En het oude zeg maar los te laten. Dus dat vind ik echt heel erg fijn. Als ik zo naar mijn huis kijk, dan is er een clean-up nodig. Dus ik heb echt zin om mijn huis helemaal cozy te maken. Helemaal new year, ready, new house, new me, you know.
dit een beetje zat. Ik vind het kader nog steeds super mooi, maar ik denk dat hij toch te groot is en te aanwezig. En ik wil het nou juist meer relaxed. Dus ik dacht, ik ga mijn ladekast veranderen. Ik denk dat die daar gaat. Naast mijn kledingrek zit een klein verwarmingje die echt nooit aanstaat. Dus ik ga hem daar opzetten. Ik had deze bij een kringloop gevonden. Ik was instant verliefd. Alleen, we zijn even klaar ermee. Zo. Sowieso wil ik dit supermooie kader die ik van Lynette heb gekeken voor mijn verjaardag. Zo leuk. Die wil ik heel graag hier sowieso ophangen. Ik denk dat het wel leuk wordt. Of misschien ga ik wel zo'n slaapkamerwall maken. Wat een rust. Ik twijfel alleen over de droogbloemen. Ik heb gekozen voor lichte boeken onder de Boeddha. En dan heb ik hier nog edelstenen. Ik vind het een lookie. Dus even voor ik lig hier. Dan is het echt zoveel rustiger wakker worden. Ik had deze droogbloemen bij een vintage markt gekocht. Super mooie kleuren. Pot had ik bij een kringloop gevonden. Dit kaarshoudertje had ik ook bij een kringloop gevonden. Made in Korea. Ik had eerst deze lamp. Die vond ik ook heel erg mooi. Maar was ik ook eventjes zat. Hier staat nu het kader. En ik heb eigenlijk voor die lamp gekozen. Omdat het een veel warmer licht geeft. 'S avonds. En als ik dan nog lees. Dan kan ik mijn U-lamp erin doen. En dan kan ik het gewoon vanuit het bed uitdoen. Super chill. Misschien hebben jullie nog leuke ideeën voor dit hoekje. Laat me eventjes weten in de reacties. I need some inspo. Ik dacht, dit is op zich wel cute. Misschien een beetje gek, maar op zich wel cute. Beige achter. Het is super zacht. Oh my god. Ja. Amazing. Deze maakt het zoveel zachter. Dit is best wel hard wit en ik vond het niet zo heel erg mooi. Deze past echt perfect. En ik heb nog twee dingetjes gehaald. Ik heb nog twee van deze softdrink glazen gehaald. En ik vond het patroon van het glas heel erg mooi. Dus ik dacht, perfect voor ijskoffies, ijsmatcha lattes. Deze waren volgens mij maar 1,30 per stuk. Dus super nice. Ik ga binnenkort nog een hele sorteersessie doen met mijn glazen in de kast. En dan ga ik ze gewoon brengen naar de kringloop of naar een goed doel. Echt, het nieuwe kleed is zo mooi. Ik ben helemaal obsessed. Het matcht ook echt helemaal met de stoelen. Het matcht met alles. Thank you.
fiets terugging, begon dus te regenen. Dus we gingen net op tijd weg. En we gingen ook nog heel eventjes naar Gimsel. Dat is een biologische winkel. Vlakbij Blaken in Rotterdam. En ik heb wat kleine dingetjes gekocht, hè. Ik had nog maple syrup nodig. Dus ik heb maple syrup gekocht. Ik vond deze thee en ik dacht, oeh, dat klinkt echt super lekker. Three ginger met, obviously, ginger galangal. Ik weet niet hoe je het zegt. En golden turmeric. Ik had nog klokkenpoeder. En ik heb nog deze chocolade. En nog curcuma. Dus dat is lekker. Dat was een mini boodschappenhaal. Helemaal niet veel, want ik heb echt niet zoveel nodig. As much as me, you have to try my crispy spice potatoes. Dus ik heb hier de spices. Ik ben ze alvast aan het stomen. Hier zijn ze. Ik ben trouwens echt super blij met dit. Ik had dit ook als kerstcadeau gekregen. Echt heel erg blij mee. En hieronder kan je dus. Het is dus een rijstkoker, maar ook een stomer. Dus amazing. Lekker uit. Ik denk dat ze nog wel iets langer kunnen. Dan zijn ze nog crunchier. Ik heb zo'n chille YouTube video gevonden. En het heet Songs for Imagining Your Parisian Life. Op Instagram, dan weet je dat ik wel eens kaarten leg. En dat doe ik vaak met dit card deck, The Universe Has Your Back. De mensen die mij dus volgen weten hoe het werkt. En ik dacht, het is misschien heel erg leuk om dit ook wel eens op YouTube te doen. Wat ik eigenlijk doe is, ik trek 3 kaarten, blind. En ik leg ze hier neer. En dan maak ik eigenlijk 3 stapels. En onder elke stapel bevindt zich dus een boodschap voor die groep. Het enige wat jij hoeft te doen is gewoon te concentreren en te kijken naar de 3 stapels. En de kaart waar je het meest aangetrokken voelt, bevat jouw boodschap. Ik vind dit soort video's zelf altijd heel erg leuk om te kijken. Dat zijn dan hele readings met tarotkaarten en met van dit soort boodschapkaarten. Dit wordt niet een hele reading, maar gewoon een kleine boodschap. Mocht je niet aanspreken, dan niet. Weet je? Oké, wat is de boodschap voor groep 1? Ik leg ze even hier. Ik zal je straks een overview geven. De boodschap voor groep 2. En de boodschap voor groep 3. Oké, zijn jullie er klaar voor? Oké, je kunt deze video even pauzeren als je wilt. Maar kies een kaart waar je dus het meest aangetrokken tot voelt. Is dat voor groep nummer 1? Groep nummer 2 of groep nummer 3? Groep nummer 1, jullie hebben deze.
deze kaart. Oh, nou. The universe has your back. Ik wist helemaal niet dat deze kaart hierin zat. Dit is echt een teken van waar je ook in gelooft. Al is dat God, universe, iets, een higher power, een higher source. Of jezelf. Datgene heeft altijd je back. Is er iets op het moment dat je heel graag wilt doen, maar je vindt het spannend of eng of iets houdt je tegen? Weet dat je altijd gesteund wordt. Weet wanneer je springt dat de universe er altijd is om je op te vangen. Ik vind het zelf altijd een hele mooie en geruststellende gedachte. Dus hier is jullie boodschap. Oké, groep nummer 2. Joy is the ultimate creator. Ik ben het hier zo mee eens. Oh my god. Ik denk dat het zo belangrijk is om altijd in het leven, maar vooral nu, momenten van blijdschap te creëren voor jezelf. En zodra je dat creëert voor jezelf, zul je meer blije momenten aantrekken. En nu moeten we helemaal het beste ervan maken. En het leven heeft echt zijn ups en downs. Ik geloof echt dat je elke dag dankbaar kunt zijn en blije momenten kunt creëren zelf. Dat je daarmee weer meer positieve momenten kunt creëren en kunt beleven. Dus doe vandaag iets waar je heel erg blij van wordt. En ook al is het iets heel erg kleins, it's all about the little things. Ik vind het wel leuk om te doen. Oké. Dan groep nummer 3. Oh, echt een hele mooie kaart ook. My fearless freedom lights up the world. Als je goed kijkt naar de kaart, dan zie je om het licht heen heel veel donker, heel veel chaos. Dat representeert toch wel een beetje de wereld op dit moment. Ik ben heel veel bezig met het werken met energie. En angst is de laagste energiefrequentie die er is op de ladder van energieën. En ik denk, zodra je uit die angst stapt, ook al is het heel moeilijk, ben je een licht voor jezelf, maar ook echt een licht voor anderen. Ik denk dat alle positieve veranderingen voor de wereld, dat het bij onszelf begint. En het werkt aanstekelijk. Zodra je angst gewoon laat zijn, zodra je angst gewoon voelt en daarna de keuze maakt om deze om te zetten in mooie en positieve gedachtes. Want je gedachtes kun je kiezen. Ze komen helemaal in ons hoofd. Maar jij kan kiezen of je achter die gedachte aanrent. Of dat je zegt van nee. No. Daar gaan we niet in mee. Zodra jij dat lichtpuntje wordt, steek je anderen daarmee ook aan. En voelen die mensen ook om je heen het licht van jou. En daar worden zij ook weer blij van. Dus my fearless freedom lights up the world. Better things are coming. Dus. Ja, ik vond het wel leuk om te doen. Ik had hier heel veel zin in. Doordat ik eigenlijk al maandenlang 2 keer in de week aan het uploaden was, merkte ik dat ik het minder leuk aan het vinden was. Omdat het als een soort van verplichting voelde. En nu ik deze video heb gemaakt, zit ik weer helemaal vol met positieve energie over content maken. En ik vond het oprecht super leuk om deze video te maken. Dus ik hoop echt dat jullie het heel erg leuk vinden. En er komen meer video's aan. En I'm back. Ik wens jullie een hele fijne dag. Of avond. Of whatever, wanneer je dit kijkt. Ik spreek jullie in een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken.